Er valt mij telkens iets op als ik leidinggevende coach of met leraren werk of met mensen in het algemeen. Men heeft vaak een heel goed idee wat men wil. En toch komt men er niet toe een gedrag duurzaam te veranderen. Gezonder te eten, meer beweging, meer mindful door het leven te gaan, een betere leidinggevende te worden die meer coachend bezig is met zijn mensen enzovoort. Als je dan kijkt van wat er eigenlijk ontbreekt in hoe dat we kijken naar gedragsverandering, dan is er toch iets dat we niet zien. Om te beginnen gaan mensen wat ze willen definiëren in termen van gedrag. Ze zeggen, ik wil dat doen of dat doen. Vervolgens gaan ze overtuigingen activeren bij zichzelf om dat te onderbouwen, om zichzelf te motiveren. Ze zeggen bijvoorbeeld, ik moet dit doen, want ik wil dat doen, want... En dan soms de waarde op, omdat het gezonder is, omdat ik succesvoller werd, omdat ik meer inspirerend ben, enzovoort. Dat zijn eigenlijk allemaal cognitieve mechanismes om motivatie op te bouwen. En sociaal psychologen hebben onderzocht dat dat eigenlijk net niet voldoende is. Ik volg daarin Stess, een sociaal psycholoog, die veel meer werkt met identiteit. En hij zegt, werken met waarden en overtuigingen en attitude is niet voldoende. Werk met identiteit. En wat betekent dat? Als je bijvoorbeeld een leidinggevende hebt of een leraar, dat die zich afvraagt wie hij wil zijn. En als je als leidinggevende zegt van, ik ben een coachend iemand, ik ga rustig door de drukte van alle projecten. Als die persoon dat helemaal inademt en dat wil zijn, dat hij definieert zichzelf op die manier en is daar vurig in en zegt van, ik ben zo. Op dat moment heeft hij een sleutel in handen om zijn gedrag duurzaam daarop te laten aansluiten. Want als hij een gedrag stelt die niet past bij zijn identiteit, dan zal zijn geweten geactiveerd worden. Het geweten is het sturend mechanisme van, hey, ik stel een gedrag dat niet bij me past. En dat ga je dan ook niet meer kunnen doen. Want je compromitteert je eigen identiteit. Als ik bijvoorbeeld zeg van, ik ben een gezonde eter, dat is een identiteitsuitspraak, dan zal ik ook, zelfs als ik hongerig ben, geen vette, vieze, zouterige burger door mijn keel krijgen. Ik zal dan wachten totdat ik gezonde voeding vind. Liever nog honger lijden dan. Dus de identiteit, het zelfbeeld waar dat iemand zich mee identificeert, is een sturend mechanisme in duurzame gedragsverandering. Werken met overtuigingen en waarden is niet voldoende. We moeten een stapje verder gaan. Dat is een heel belangrijke les als we het hebben in het coachen van leraren, leidinggevenden, burgers, iedereen in het algemeen. Welke mens wil je zijn? En de centrale vraag is telkens opnieuw, welke mens wil je zijn? Wie wil je zijn in die rol of globaal gezien in je leven? Wie wil je zijn? Ja.